Zo, intussen hebben jullie al gehoord, hè? Het vliegveld, of laat me zeggen, een vliegveld in Nikeri is afgegeven aan die grondroever. Hoe zou ze maar een grondroever, toch? Maar ze hebben elkaar voor krabita. Ik wil geen namen noemen, want je weet, die dame daar die op OW zit, wil iedereen voor de groene tafel brengen. Natuurlijk wil hij mij ook op de groene tafel brengen, want dat is hun wens. Ze loeren mij, en ieder weet het, toch? Maar ik ga ze de kans niet geven. Ik ben ook een dambordspeler, dus we zullen even kijken wie eerst aan zet is. Maar in ieder geval, het is nou niet van belang. Het vliegveld is afgegeven aan iemand die al sinds jaar en dag bezig is gronden te roven. In deze heb ik het over die deskundige man, de zogenaamde deskundige man van Saramaka. Toch? Zij waka voer grong. Om een grong iwan ete. Leg me dat uit. Terwijl er zoveel mensen zijn die hun slippers hebben versleten op de stoep van grondbeleid om aan een stukje terrein van 500 vierkante meter te komen. 500 is veel. 350 vierkante meter te komen. Dat praat over een bouwkavel. Maar ze hebben het nooit gehad. Maar een of andere boef uit de Nationale Assemblée krijgt altijd hectaren grond. Wanneer gaan wij Surinamers opstaan? Wij jongeren opstaan om te zeggen: dit is genoeg. Weg met deze bejaarde leiders. Yagidengwe, we nemen over. Wanneer gaat dat gebeuren? Jullie zitten en jullie kijken hoe Suriname wordt leeggeroofd. Te you kom biggie of you chin kom biggie. Toch? Sa you pcho ab abra. Sao ab abra. Nu met de grondconversiewet, dat wordt omgezet in eigendom. Het kan nooit meer afgepakt worden. En dit is wat ze wouden. Wanneer gaan wij opstaan in dit land en zeggen: genoeg is genoeg? Wij jongeren van het land hebben een toekomst. Waarom moeten we mensen over de 70 en de 60 jaar voor ons komen laten bepalen? Waarom moeten we dat doen? Als jullie het nu nog niet inzien dat ze ons land leegroven, vooral deze zittende partij, dan moet je nog maar je poenu. Want misref me ko weer ikba.